Met wie vorm jij een koppel in de Zesdaagse van Rotterdam? Met Robert Bartko. Waarom met hem? Nou ja, we hebben vorig jaar hier laten zien dat we op het podium kunnen. We werden derde en hebben Amsterdam gedaan. Samen en ja, we liggen elkaar denk ik goed in de piste. En ja, hoe vaker je met elkaar rijdt, hoe meer je elkaar begint aan te voelen. En ja, misschien dat we hier wel een keer een mooie stunt kunnen uithalen. Wat mogen we van jullie verwachten? Nou, dat we meedoen voor het podium. En als je meedoet voor het podium, kan je zomaar winnen. En dat is wel de ambitie. Van wie verwacht je de meeste concurrentie? Keizer Terpstra. Duidelijk de favoriet? Nou ja, ze hebben in Amsterdam laten zien dat ze heel goed waren. En ja, daar wonnen ze, dus dat is gewoon duidelijk de favoriet. En dan heb je nog wel Stam en Stroeting gaan, of Schep en Stroeting gaan natuurlijk als tweede goede koppel. Maar ja, Keizer Terpstra lijkt mij duidelijk. Wat is het bijzondere van de Zesdaagse in Rotterdam? Ja, het stadion. Zoveel toeschouwers, dat is gewoon het allermooiste.